Hoi, mijn naam is Tal en super tof dat je kijkt naar deze nieuwe video op kanaal Tilburgse Mannen. En vandaag ga ik de No Plastic Challenge doen. Ik heb als opdracht van David gekregen dat ik een picknick moet verzorgen zonder dat ik plastic ga gebruiken. Dus ik ga dadelijk naar de supermarkt toe, naar de Albert Heijn. En ga ik even kijken wat voor eten en drinken ik kan scoren, maar dat er geen plastic bij zit. Ik denk dat mij gaat lukken, dus ik heb blauw omhoog en dan ga ik nu onderweg naar de supermarkt. Ik ga niet daar een tasje kopen, want ja, dat is ook plastic. Ik heb nu een tasje gepakt, het is een soort van stofje. Dus stel je voor dat ik daarop ga verliezen dat ik alsnog een plastic tasje heb gebruikt. Dat moet ik natuurlijk niet hebben, maar ik ga nu richting Albert Heijn. En jullie gaan met me mee, let's go! Ik ben net bij de Albert Heijn geweest, al moet ik nu zeggen dat het best wel moeilijk was om dingen te vinden. Maar ik heb het in mijn tas zitten, ik heb ongeveer 4 dingen kunnen scoren. Als ik daar thuis ben, dan gaan we even checken of ik daadwerkelijk heb voldaan aan de eisen. Nogmaals, ik moest een picknick verzorgen. Maar ja, als het met z'n tweeën was, dan was het vrij weinig, maar hoe dan ook. Hè. Beter iets dan helemaal niks natuurlijk, hè. Maar we gaan dadelijk zien, ik laat jullie zien als ik thuis ben. Oké, ik heb nu zeg maar 4 producten weten te scoren waar geen plastic in het product zit, zeg maar. Ik zal even laten zien wat ik heb. Ik heb een blikje koffie, hier zit helemaal geen plastic bij. Een perzik, chocola, dit is zeg maar papier, dit is geen plastic namelijk. En een pakje yoghurt. Dit zijn dus de producten met, waarmee ik het ga doen. David gaat ook een video maken, toevallig, met wat hij doet. En ik heb hem zeg maar als opdracht gegeven, je moet een maaltijd gaan maken zonder plastic te gebruiken. Dus ik ga even kijken wie er gewonnen heeft. Maar ik heb sowieso voldoen aan de eisen. Ik heb geen plastic gebruikt in mijn video. Dus vond je dit een hele tof video, zeker op blauw duimpje omhoog. Vergeet sowieso niet te abonneren op het kanaal hier beneden. En zeker een toffe reactie hier achter te laten. En deze video natuurlijk delen met al je social media vrienden. En zijn verder op z'n Brabant. Auw.